Dit is Den Haag in 60 seconden. Steeds meer Chinese toeristen en ondernemers weten de weg naar Den Haag te vinden. Deze economische voorspoed wordt zaterdag gevierd tijdens Chinees nieuwjaar met de traditionele drakendans in het stadhuis, gevolgd door een optocht door Chinatown. Op de Larijweg hebben twee mannen met bivakmutsen een man mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De Kessler Stichting is opnieuw op zoek naar donateurs voor de soepbus. Tientallen daklozen melden zich elke avond bij de bus voor een kop soep en wat brood en fruit. Jaarlijks is €120.000 nodig om de bus te laten rijden. De gemeente doneert €50.000. Ruim 500 leerlingen van het gymnasium Haganum zijn aan het repeteren voor de schoolmusical My Perfect Little Pretty World. Het verhaal is gebaseerd op het boek Brave New World. De musical wordt begin maart opgevoerd in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen. Tot zover Den Haag in 60 seconden.